Goedemiddag allemaal, welkom bij het webinar What's New in Revit 2018. We gaan jullie vandaag hetgeen laten zien wat er is geüpdate in de laatste versie. Eerst kort een introductie. Mijn collega Kelly Pelser die gaat jullie dadelijk het een en ander demonstreren. Kelly is consultant binnen de CADA Groep AEC. Ikzelf, Tom Kremers, ben accountmanager en ik zal dit webinar verder begeleiden. Trappen af met de agenda. Eerst gaan we het hebben over het architecture gedeelte, inclusief het Revit platform. Vervolgens nemen we het structure gedeelte erbij en we sluiten af met het MIP gedeelte. Kelly die gaat nu van start met het architecture gedeelte. Mochten er vragen zijn, stel deze dan in de chatbox. En na afloop van dit webinar zullen we deze beantwoorden. Veel plezier en ik geef het woord graag aan mijn collega Kelly. Ja, goedemiddag. Dankjewel Tom voor de introductie. We gaan dan beginnen met het architecture en de algemene Revit platformverbeteringen. Ja, dit is voor een korte lijst aan de zijkant van wat we allemaal kunnen gaan verwachten. Trappen, hellingen. Goed, we gaan het iets meer in detail bekijken. Dat zullen we doen door middel van plaatjes en video's. Dus eens kijken of alles mee wil werken. De eerste wijziging die we eigenlijk in Revit 2018 tegenkomen, vinden wij meteen aan de menuknop bovenin. Waar we voorheen altijd op de grote R klikten, is er nu opeens een file knopje gekomen, die dezelfde functionaliteit had wat voorheen wat de Revit menuknop deed. En bij de Quick Access Tools zijn nu de mogelijkheden voor het printen actief, wat veelal toch al met de sneltoets gedaan wordt, maar kan dus nu ook via de Quick Access Tools. Dus daar al de eerste aanpassingen en verbeteringen. Verder hebben ze nog meer tooltips toegevoegd. Dus op het moment dat je boven bepaalde parameter zweeft, klapt dat schermpje uit. Die een stukje uitgebreider zijn. Een voorbeeld van de Parts Visibility wordt hieronder getoond. En ook het gebruik en de mogelijkheden van de zogenaamde Global Parameters. Beschikbaar vanaf 2017. Zowel op type als instellingsparameters is uitgebreid, zodat we nu ook radius en diameter afmetingen kunnen ondersteunen. Kleine video om dat te demonstreren. In dit geval hebben we hier een klein gebouwtje waarbij ik een aantal maten, in dit geval stralen, ga toevoegen als zijnde dimension. Op het moment dat je die Dimension selecteert, kun je ze in het project alsnog gaan labelen aan een zogenaamde global parameter, een projectparameter. Nou, eigenlijk geen projectparameter, echt een algemene parameter. En dan kun je op projectniveau een soort configuratie bouwen, waarbij het heel eenvoudig kan zijn: oké, ik pas ook eventuele stralen aan, of borstweringshoogtes of wat dan ook. We in dit geval willen doorlussen aan global parameters. Dit geldt overigens ook voor diameterwaardes. Dus wanneer we zelf een diameter dimension plaatsen, is ook deze te labelen naar een global parameter. Yes. Nog steeds geen mogelijkheid tot types aanmaken, zou helemaal niet aan geweest zijn. En de parameters kunnen volgens mij ook doorgekoppeld worden nog. Dus mocht het nog nodig zijn, kun je ze door middel van formules ook nog gaan sturen. Dus een kleine uitbreiding op de global parameters. Een fikse wijziging op het gebied van railings. En straks ook zullen we zien op stairs. Railings zijn nu in staat om topo-services, het terreinmodel, te herkennen. Dus we kunnen nu ook, laten we zeggen, misbruik gaan maken van de railings om allerlei zaken op het topo-service te plaatsen. Is wel een kleine maar. Maar goed, de vraag is: kom je dat tegen? Er wordt op dit moment maar één topo-surface tegelijk ondersteund. Dus als je, zoals rechtsonder in de video zult zien, een topo-surface hebt, of twee topo-surfaces hebt, je kunt je railing in dit geval niet door laten lopen in één stuk. Over meerdere topo-surfaces. In dit geval ga ik rondom de building region hier een railing plaatsen.
weg. Oké. En standaard zal hij in eerste instantie nog op plattegrond terechtkomen. Pas na het toekennen van de nieuwe host, in dit geval de topo service, zal deze dan ook daarop gaan reageren. En weer terug in de PowerPoint slide. Wat we ook kunnen zien is dat dus de railing eventuele building paths, dus uitgravingen, negeert. Dus dan zullen we toch nog altijd zelf even een knipactie moeten doen. Dus die railing op moeten knippen in twee onderdelen. En nieuw in de railing functie zelf worden nu pijlen getoond. Dat kun je links onderin zien. Die in dit geval aangeven waar beginnen we of aan welke kant bewegen we op. En door op die pijl te klikken kun je eventueel de loop van de railing aanpassen. Zoals genoemd, mogelijkheden naast het maken van railingen met de railingfunctie. Gaan we zo meteen ook zien. Je ziet eigenlijk al hier op het plaatje. Je ziet hier een aantal lantaarnpalen. We zien hier een aantal planten. Maar het handigste van de railingfunctie, specifiek voor railings op een topo surface, is het gebruik van de handrail in plaats van de reguliere railing. Omdat die iets flexibeler is in het herkennen en het door laten lopen van een bepaald profiel. En dan inderdaad de alternatieve mogelijkheden. Ik pak meteen de video erbij, kunnen we het zien. We kunnen namelijk zogenaamde shared nested families maken, waarbij we dus een hele hoop lantaarnpalen, of in dit geval plantgewassen, in één keer kunnen plaatsen als een rail. Yes. En dit wil ook even vertellen dat die Topo Surface als host heeft. En het mooie van een handrail ook hier weer is dat die ook los naar plaatsing nog te verplaatsen is. Even laten zien wat het is. In dit geval is het een planting family, dus een shared nested family van gemaakt. En die is ingeladen als zijnde handrail support. Hier staat die railing plant support. En op die manier kunnen wij inderdaad heel makkelijk alternatieve zaken gaan plaatsen, gebruik maken van de railing. Een goede verbetering is het herkennen van de host. Waarbij we in ieder geval op basis van het plaatje kunnen zien hoe het in 2017 gebeurde en hoe het in 2018 gaat gebeuren en ook gebeurt. Hij herkent dus op het moment dat de trap eigenlijk stopt en hij doorgaat naar de vloer, gaat hij in 17 nog wel eens mis, oftewel dat hij gewoon doorloopt. En in 18 gaat hij dat makkelijker herkennen. En we zullen ook zo meteen straks bij de trappen zien dat hij daar ook een aantal goede toevoegingen gekregen heeft. Even hier de video starten. In dit geval gaan we een railing plaatsen. Die railing laat ik doorlopen. Startende voor de trap. En in dit geval op het eind van de trap. Oké. Ook hier geldt weer. Ik moet wel vertellen op welke host. Oftewel, waar moet hij op? En ook achteraf nog wijzigen. Om door te laten lopen. Je kunt ook die pijlen overigens zien. Gaat in dit geval allemaal goed. En zelfs dit. Snapt hij nog? Dan hebben we de flink liggen verbeteren. Nog een interface wijziging. Aloude bekende stair-by-sketch functionaliteit. Die is komen te vervallen, althans is niet meer direct toegankelijk vanuit de interface. We hebben dus nu alleen nog maar de stair by component. Dus dat is tegenwoordig dan de definitie gewoon een stair. Het blijft overigens wel mogelijk om een stair by component eenmaal geplaatst te converteren naar een stair by sketch. Zodat je daar alsnog jouw eigen draai aan kunt geven. Dus dat is niet verdwenen, het is alleen niet meer direct als functie op te starten. En ook hier nog een kleine aanpassing ten aanzien van uitlijning. Wanneer we kijken naar de plaatjes met die rode cirkels, kunnen we zien waar in 2017 de reling eindigde en vervolgens schuin omhoog ging.
En in 18 eindigt hij ietsjes eerder met een baluster. En dan gaat hij naar rechts lopen. In ieder geval horizontaal lopen in plaats van schuin. Alternatief, of verbetering ook hier weer in combinatie met de trap en de regeling, is de optie om elke run van een samengestelde trap in ieder geval aan te duiden als zijnde de host voor de regeling. Laat het even zien in de video. Dus wanneer wij opnieuw een hekwerk plaatsen. Yes. Zet in eerste instantie op de grond. Prima. Dan kan je met pick host, eventueel met taptoets gecombineerd, gaan bepalen op welk deel van de trap wil ik dit hekwerk gaan plaatsen. Je ziet mij nu hier trappen. Kijk, ik kan zelfs nog één keer doen. Dat is die op de bovenste. Daar zal hij in ieder geval ook rekening mee houden. Oké. En we gaan het pad nogmaals aanpassen. En in dit geval gaan we met die pijltjes bepalen dat we een andere richting willen starten. We zien dat hij nu vanuit die hoek begint in plaats van vanuit die linkerhoek. En dan nog een keer. Dus die startpositie van die pijlen bepaalt uiteindelijk hoe de rail geplaatst gaat worden ten opzichte van de trap. Ja. Eentje omhoog. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Oké, dan gaan we verder richting de trappen. De multi-story stairs parameter. Die is komen te vervallen en heeft nu een volwaardige knop gekregen. Wat betekent dat wij dus niet meer instellen bij de parameters van een trap dat die over meerdere verdiepingen loopt. Maar dat wij nu letterlijk de levels moeten gaan selecteren. Zodra je op Select Levels klikt, krijg je inderdaad die Connect Levels. Disconnect levels optie en dan kun je dan de levels selecteren en dan zal je op basis van die levels dan bepalen oké, tot welk niveau loopt die trap dan door. Dat is nog lang niet alles. Dat ga ik in ieder geval demonstreren door middel van deze video. Dus in ieder geval select levels. Ik ga aanduiden tot welke niveaus ik wil meenemen. En wanneer ik dat bevestig, gaat hij dan ondersteunen. Wat ook nieuw is, is de mogelijkheid om verschillende verdiepingsniveaus te ondersteunen met dezelfde trap eigenlijk. Voorheen moest je dus overal hetzelfde verdiepingsniveau hebben. Is nu niet meer nodig. Op het moment dat je daadwerkelijk afwijkende verdiepingsniveaus hebt, krijg je een soort trapgroepen. Je ziet ook, selecteer in ieder geval één zo'n trap. En ik haal die los van die groep, zodat ik eventueel afzonderlijke parameters nog kan sturen. Zet ik hem weer terug, oftewel pin ik hem weer, krijg je hetzelfde effect als met curtain, wall mollies en dergelijke. Op het moment dat je hem pint, gaat hij terug naar het systeem. Dus nu wel even opletten waar welke parameter zit. Want hij kan of geregeld worden op groepniveau, dus een bundeling van verschillende verdiepingsniveaus met bijbehorende trappen. Bijvoorbeeld de traptreden staat er een voorbeeld van. Of wanneer je een niveautje verder gaat, dus één keer tap extra geeft, dan kun je natuurlijk alsnog afzonderlijke trap selecteren en daar ook nog de individuele onderdelen blijven aanpassen zoals voorheen. Even opletten waar je precies zit. Een andere wijziging, of eigenlijk wel een goede toevoeging, is de mogelijkheid om reference planes per direct te voorzien van een subcategorie. Waar dit voorheen wel mogelijk was via de visibility graphics, doorklikken naar de object styles en dan een nieuwe subcategorie aan te maken, kun je dat nu al tijdens het plaatsen van reference planes. Er staat gewoon een knopje subcategorie naast met de optie maak maar een nieuwe, oftewel create new. En dan voegt hij die ook per direct toe voor de reference planes. Let op, dit is alleen voor referentievlakken, maar zowel in project als in family omgeving. Ook nog een aantal wijzigingen, of eigenlijk uitbreidingen op het gebied van parameters, in dit geval projectparameters. Het is nu namelijk mogelijk om voor groepen, in dit geval modelgroepen, projectparameters aan te maken, zodat je
informatie kunt toevoegen aan een specifieke groep. Bijvoorbeeld om meubelsets of groep ID's en dergelijke te definiëren. In dit geval extra parameters voor groepen. Die zijn ook schedulebaar, dus je kunt nu ook de groepen in een schedule oplijsten. En ook van daaruit de informatie bevullen. Dus dat functioneert zoals bij de andere zaken ook. En ook gelinkte modellen. Dus aan links kunnen nu ook projectparameters toegevoegd worden. Die dus ook weer in schedules getoond kunnen worden. Of eventueel zelfs doorgelust naar global parameters. Dat zien. Ik heb hier een projectje, in dit geval twee links erin zitten. Gebouw A en gebouw B. En ik ga een projectparameter toevoegen. Wie is in dit geval de eigenaar van dat kavel? En dat doe ik voor links. Ze heet de RVT links, dus dat is wel even opletten. Ja, en kunnen gedefinieerd worden per definitie, dus per instance. En vanaf dat moment kan ik inderdaad per link vertellen, dit is het huisje van. Oké. En wanneer we gaan kijken naar de schedules, hebben we ook hier de categorie Revit links, waarbij we al die informatie laten kunnen uitlezen. En toen mijn nummer Thijs van Kees, en daar is hij. Dat biedt wel wat nieuwe perspectieven op gebruik van gelinkte modellen. Specifiek als je ze maar als aspectmodel gaat gebruiken. Dan een nieuwigheid op gebied van Navisworks integratie. Het is namelijk mogelijk geworden om Navisworks NVC en NVD files als link in het Revit model te krijgen. Dus wanneer je nu eventueel bestanden aangeleverd krijgt, IFC bestanden, Tekla bestanden, noem maar op, en die laat je in Navisworks, dan kun je dat totale Navisworks model als coordination model weer toevoegen aan jouw Revit model. Er zijn een aantal zaken waar we even rekening moeten houden, wat nog niet helemaal op in running is, maar wat wel in de toekomst gaat komen, althans dat hopen we dan. Op het moment dat we in dit geval een coordination model gaan inladen, dan kunnen wij de positie, in dit geval op basis van origin to origin of op basis van shared coordinates, uitvoeren. Even eentje verder. De interface van coordination model heeft een add-knop links onderin. Die voegt daadwerkelijk een link toe. En elke keer als wij op de knop daarnaast place instance plaatsen, plaatst hij op een nieuw. En dat werkt een nieuwe instance van de gelinkte Navisworks file. Dus je kunt er meerdere in hetzelfde project plaatsen. En dit wordt het model, het Navisworks model, enkel weergegeven, of ons weergegeven in shaded en in consistent colors. Dus de texturen die eventueel voor realistische weergave en dergelijke gebruikt worden, die worden dus nog niet ondersteund. Dus als je hem realistisch hebt staan, wordt hij toch gewoon shaded weergegeven. De gelinkte coördinatiemodellen kunnen vrijelijk verplaatst en eventueel geroteerd worden. En de geometrie die in Navisworks staat, wordt wel gesneden door section box en door de cut planes. Dus je krijgt er wel een snede van. Alleen, nu komt het. Je ziet, het is nog niet mogelijk om te snappen. Oftewel, we kunnen nog geen lijnen tekenen of lijnen overnemen op basis van het Navisworks model. Dus het is nog meer een grote afbeelding die eronder ligt. Maar dan wel een 3D afbeelding. Optie hier wel is om het gelinkte model transparant te maken of op elementniveau zelf transparantie toe te kennen. Het is printbaar, alleen met raster processing moet het even alles maken dat het eigenlijk een afbeelding is. Zijn te definiëren in een workset en faseparameters worden ook inderdaad toegekend. Het is alleen niet zichtbaar in renderingen en het is ook niet voor het definiëren van eventuele schaduw. Moeten we toch nog steeds naar Max of naar Navisworks zelf natuurlijk. Een workflow die ik graag wil delen is de volgende. In dit geval InfraWorks met de model builder om eventueel een bepaald gebied, een stad, een wijk, wat dan ook, als zijnde onderlegger, als zijnde omgeving in Revit te laden.
Laten we meteen maar beginnen met kijken hoe dat in zijn werk gaat. In dit geval zit ik in InfraWorks. InfraWorks 360, waarbij we een bepaald gebied opzoeken. En dat gebied gaan wij zo meteen laten berekenen tot een, in dit geval een 3D-model. Ik ga nu zeggen, oké, ik wil graag dit gebied hebben. Ga maar aan de slag. Op een gegeven moment krijg ik mijn model binnen. Dat kan ik dan openen. En vanuit InfraWorks zo meteen naar Navisworks gaan laden. Dan ga ik hier even naar een bepaald pand toe. En dit is wel het pand waar ik nu daadwerkelijk zit. Even een issue met de beelden. Oh wow. Daar komt hij weer. Dus je kunt zien, hij heeft hier de luchtfoto, hij heeft alle wegen, hij heeft de huizen op eenvoudige wijze opgebouwd. En ik ga deze informatie in dit geval exporteren als een 3D-model. Wat wil ik allemaal meenemen? Even zien. Complete model. Yes. Maak er een FBX van. En die ga ik in Navisworks in dit geval openen. Zodat ik hem weer als NWD of als NWC-file uiteindelijk als coördinatiemodel Revit kan krijgen. Oké, okay, is er. Dit is niet het kleinste gebied wat ik gekozen heb. Ik heb in ieder geval mijn complete stad even ingeladen. Goed, qua performance schrijven we dat wel. Yes. We gaan dus nu naar de NWD-file opslaan. En dan gaan we terug naar Revit. Yes. Dus via het coördination model toevoegen gaan we in dit geval de NWD file openen. Hij wordt ingeladen op basis van origin to origin. Oké. En daar komt hij. Wat je hier ziet is dat hij in dit geval de luchtfoto verloren is. Maar dat hij de rest van het model, zowel het terrein als al die huisjes, nog steeds bevat. Dus vanaf nu kun je zelf bepalen, oké, ik ga dus naar de uitbreiding maken aan. Of ik ga in dat gebied werken, geef mij maar de rest van de omgeving. Op een snelle manier, eenvoudig, een compleet, niet voor een complete stad, in je Revit file. En eenmaal de 3D view geopend, performt het denk ik ook nog als een tierleer. Dus daar hoeven ze zich niet terug over te maken. Oké. Okay. Dat is een voorbeeld. Misschien een iets wat meer aansprekender voorbeeld en herkenbaarder is de mogelijkheid om op dezezelfde wijze alle informatie die in een BIM 360, oftewel een Glue, samengevoegd wordt, eventueel ook nog een keer als NWD-file terug te laden naar Revit. Voor wat voor toepassing dan ook. Met name visualisatie, controle. Je kunt dus eigenlijk alles wat je nu in Glue zou samenstellen, even naar Navisworks pushen en van daaruit weer naar Revit toe. Op die manier is de cirkel weer rond. Dus coordination model. Klein aandachtspuntje nog. Wanneer je coördinatiemodellen ingeladen hebt, staan deze niet bij de Manage Links knop. Dus dat is, je moet effectief naar coordination model knopje toe. Weer het coördinatiemodel weer aan of uitzetten. Of herladen. Oké. Okay. Direct Shape. Een geometrie waar ze al langer mee bezig zijn. Bedoeld om eigenlijk elke willekeurige geometrie afkomstig uit een ander model, bijvoorbeeld Rhino of Blender, ook te kunnen inladen in Revit. Om daar ook weer eventueel wapening of tekeningen of objecten tegenop te plakken. En dat laatste is inderdaad nu ook mogelijk. Het is nu mogelijk om op basis van een Direct Shape, dus gewoon een willekeurige geometrie, gemaakt in een andere applicatie, om daar ook op aan te grijpen, of zelfs een maatvoering op toe te passen. We zullen zien hoe dat eruit ziet. Ik heb hier een Rhino bestand, een 3DM,
geïmporteerd. Ino files. En die worden tegenwoordig in een bepaalde categorie geïmporteerd. Dus je kunt zeggen dat dit is een trap of dit is een plafond. En doordat hij de geometrie gaat herkennen, kunnen er ook objecten tegenop plakken. Place by face, dat is geen enkel probleem. En ook het maken van snedes over zulke geometrie. Gaat allemaal goed. Zelfs maatvoering plaatsen. Dit biedt een aantal mogelijkheden om eventueel STAT-files of IOC-files te converteren en die dan te gaan wapenen of andere zaken, in elk geval te documenteren. Een aantal verbeteringen om ook wat kleinere geometrie te ondersteunen. Dus wellicht in de toekomst ook nog de hele kleine geometrie ondersteund wordt. Dus, we zullen het zien. Geolocatie. Met name wanneer er samengewerkt wordt met civiel-technische bureaus of met Civil 3D, dan hebben we het meestal over een geolocatie. Het is nu nieuw om vanuit Revit eventueel de geolocatie over te nemen, afkomstig uit een Civil AutoCAD file. Dan zien, ik zit hier in AutoCAD en ik ga bepalen waar we op de kaart zitten. Lengte, breedtegraad. En ik definieer welk coördinaatstelsel we gaan gebruiken. En dit is voor het RD. Eenheid. Yes. En door. Nu krijgen we de kaart van Nederland, met in dit geval de locatie die ik gespecificeerd heb, gepinpoint. En ik ga even mijn kavel aanpassen. Okay. De file even save, zodat ik die zo meteen in Revit kan inladen, om die geo-informatie in het geval over te nemen. Geo Blanco project, ik link de CAD file. Het wordt nou, 3000 meters. Ja, let's see. Op dit moment heeft hij nog geen instellingen overgenomen. Pas wanneer we zeggen neem maar de coördinaten over van de DWG. Wire coordinates. Ja, past hij sowieso die coördinaten aan. Beide punten. En heeft hij opeens ook een geolocatie, longitude en latitude gekregen. En kijk je naar de algemene locatieinstellingen, dan is hij ook in staat om te vertellen op wat voor een coördinatiesysteem gewerkt is. En ook hier weer wat de lengte en breedtegraad is. Dus geolocatie is nu ook ondersteund. Symbolen. Misschien nog niet zo heel veel last van gehad. Mocht je inderdaad heel veel wapening en dergelijke documenteren, dan zul je waarschijnlijk al de sneltoets weten voor dat symbool. Maar goed, ze hebben dit veel makkelijker gemaakt. Wanneer je tekst aan het plaatsen bent, kun je via de rechtermuisknop nu kiezen voor symbols. En zoals je kunt zien, staan hier de meest gebruikte symbolen gewoon in de lijst. Wanneer er toch andere symbolen nodig zijn, kun je altijd via de other naar jouw character map. In dit geval is het standaard Windows functionaliteit, waarbij je dus het symbool kunt opzoeken, selecteren en dan kopiëren naar jouw klembord, vandaar de kopieknop. Scherm even afsluiten en dan kun je hem plakken waar nodig. Dat is wel handig. Tags all not tagged. In dit geval hebben ze voor de tags hebben ze checkboxes geplaatst, zoals je kunt zien. Waarbij je zelfs ook een checkbox hebt voor check even alle tags. Voorheen moest je dus een selectie maken en dan ging je met shift werken. En nu kun je gewoon zeggen, oké, plaats een vinkje, die tag wil ik plaatsen. Oké,
En door. Ook hier kleine user interface aanpassing. En voor degenen die inderdaad toch nog regelmatig naar AutoCAD exporteren en de achtergrond van bepaalde lanceringen een kleur willen meegeven, die kunnen dat nu instellen in de export settings. Wanneer je namelijk die settings opent, heb je rechts onderin Hatch Pattern Background, waarbij je kunt bepalen of het überhaupt zichtbaar is, ja of nee. Nee is inderdaad zoals het nu gebeurt. En indien ja, dan kun je een kleur instellen. En dan krijg je, zoals je bijvoorbeeld de afbeelding daarnaast kunt zien, een grijze achtergrond. Achter de arcering nog een keer. Dus je hebt eigenlijk twee arceringen. Maar dat is alleen wanneer we het dus naar AutoCAD gaan exporteren. Het heeft niks te maken met de twee arceringen boven elkaar in Revit. Oké. Dan zijn we al door het architecture en het platformgedeelte heen. Dan zijn we aangekomen bij de structuur. Met name wapening. En wapening ten aanzien van variabele geometrie. Dus afwijkende vormen, dus niet één rechte kolom, maar een uitlopende kolom in breedte en in diepte, of zelfs nog met die mooie rondingen. Dat kunnen wij nu gaan doen. Een aantal ook hier weer user interface aanpassingen. De eerste wat hier staat is in dit geval de mogelijkheid om SAT geometrie, dus eigenlijk, dat heeft ook te maken met die direct shape. De ondersteuning van eventuele SAT files, dus 3D modellen gemaakt in AutoCAD, om die inderdaad in Revit in te laden en vervolgens ook te kunnen gaan wapenen. Ik zal hem even laten zien. En ook de edit constraints. Ik weet niet of wie van jullie al een keer wapening probeert heeft te constrainen ten opzichte van een bepaald vlak. Dat ging niet zo makkelijk. Dat kan dus nu wel. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Nou, hier staat nog op. Klein scherm. Screen. Okay. In dit geval, om een SAT-file te kunnen gaan wapenen, moet je hem wel importeren. Tijdens de import wordt hij namelijk geconverteerd naar een bepaalde categorie. Ik heb hier gekozen voor generieke modellen. En je ziet, de rebar knop is al beschikbaar. Maar dat we dan nu een doorsnede erbij nemen. De juiste doorsnede erbij pakken. Ik wil ook de werkelijke wapening insteken. Hij herkent de dekking instellingen. Dus je ziet ook die stiplijn verschijnen. En zo meteen nog meer hierover. Ook het aanpassen van constraints ten aanzien van de wapening is nu ook mogelijk in 3D. Zo, gaan we eens kijken. We hebben hier een rebar set. Ik zal even de algemene dekking in. Complete constructie. Cover settings. Doe maar 35. Oké. Okay. En ik ga nu tegen deze rebar set vertellen dat hij niet meer gerelateerd is tot het ene vlak. Want dat ik dat punt ten opzichte van dit vlak wil hebben. En je zult zien dat de waarde, in dit geval update, zodra ik dan de waarde aanpas, ben ik in staat om te bepalen dat die precies op dat vlak eindigt. Wat doet dan dat vinkje daarvoor? Op het moment dat je een vlak kiest, pas je er weer de waarde aan. Op het moment dat je het vinkje aanzet, gaat hij de wapeningsdekking, dus die 35 mm, van zojuist respecteren. En anders gaat hij gewoon de einde van de staaf ook gelijk leggen met de buitenkant van het vlak. Dus vink je aan, dan respecteert hij de wapeningsdekking, vink je uit, en dan gaat hij gewoon uit van het vlak zelf. En om dit mogelijk te maken, heeft eigenlijk elk lijnstukje van een bepaalde rebar set nu een grip point gekregen. Dat zijn die bolletjes die we hier in het linker plaatje kunnen zien. En per bolletje kunnen we bepalen, oké, deze staaf is gerelateerd ten opzichte van welk vlak. Hier nog een voorbeeld zien. In dit geval ten aanzien van wat dynamische vormen. Dus wapening in vrije vormen. Hier gewoon een brugdeel waar we willen gaan wapenen. En dat is een nieuwe knop, namelijk variabele rebar set. Je
Die zullen we zo meteen gaan zien. Ik ga eerst even een vrije vorm definiëren voor de wapening. Je ziet hier die stippenlijn, is dit voor de dekking. Ik zit ervoor, dus ik niet de ideale doorsnede nu. Maar... Oké, okay, zullen we het zien. Wanneer je dit in de eerdere versie zou doen, zonder varying rebar set, dan krijg je het volgende. Namelijk een repetitie van dezelfde geometrievorm in één rechte lijn. Even een stapje terug. Zet ik nu de varying rebar set aan, oftewel ik ga hem laten kijken naar de geometrie. En ik zeg dan, oké, maak maar meerdere van die beugels. Dan is hij in staat om de geometrie te herkennen en ook te volgen. Waarbij het dus de afstand tussen de boven- en onderkant van de geometrie gaat wijzigen. Nu in dit geval een edit constraint aanpassing. Makkelijk om in één keer die waarde op 0 te zetten. Eventueel respecteren we de wapeningsdekking. Dat is goed. Wanneer we dan gaan kijken, zullen we zien dat eigenlijk elke beugel die hierin zit, net een afwijkende maat heeft. Probeer dit maar eens te tekenen zonder varying rebar set. Met één druk op de knop, een hele hoop problemen opgelost. Dus het wapenen van vrije vormen is een stapje dichterbij gekomen. Een andere nieuwigheid in het structuregedeelte is de ondersteuning van SAT-geometrie. Om daar in dit geval een assembly van te maken. Je kunt hier het resultaat zien. Hetzelfde brugdeel van zojuist. Is geconverteerd tot een generic model en doordat het eigenlijk een generiek model is, kunnen we hem ook als assembly betitelen. Het is nog niet mogelijk om van een SAT-model, dus van geometrie, afkomstig uit bijvoorbeeld AutoCAD, om daar parts van te maken, dus om de geometrie op te delen in stukken. Maar goed, dat kan dan nog altijd in de oorspronkelijke software, dus in dit geval een AutoCAD zelf, voordat je hem inlaat. Een soortgelijk verhaal geldt voor IOC. IOC-geometrie kan ook voorzien worden van wapening. Dus als wij inderdaad een model aangeleverd krijgen, gemaakt wordt van applicatie dan ook, betreft standaard kolommen, standaard vloeren, noem maar op, dan kunnen wij de geometrie in dit geval specifiek inladen, dus linken. Die link gaan we in dit geval binden, dus koppelen. Kijk, heb ik die netjes gekoppeld, kan ik laten zien namelijk. Dus ik ga in dit geval een onderdeeltje inladen. Van een vloerveld. Je ziet, het is een IOC-file. Ik bind die link, oftewel ik haal de geometrie binnen. En ik haal de link weg. Die is toch niet meer nodig. En vervolgens kan ik de groep die er dan van maakt, in ieder geval opheffen. En dan heb ik een vloer over die ik kan voorzien van wapening zometeen. Je ziet, alle IOC-informatie is wel nog beschikbaar. En laten we dan in dit geval naar een doorsnede toe gaan. Om die vloer daadwerkelijk te voorzien van de nodige wapening. Ook hier varying rebar set. In dit geval kies ik een keer voor fixed number. Hoppakee. En we kunnen verder. Er zijn een aantal zaken die nog niet ondersteund worden. Dus in dit geval het ondersteunen van wire fabrics, dus wapeningsnetten. Dat is nog niet van toepassing. En ook het exporteren van in dit geval de IFC-wapening, of wapening naar IFC-files, is ook verbeterd. Dus je krijgt nu ook je wapeningstaven in het IFC-model te zien. Oké. Okay. Dan de staalverbindingen. Ook hier. Een flinke uitbreiding om de koppeling richting Advanced Steel nog beter te ondersteunen. Het is nu ook mogelijk om eigen families, dus custom families, naast de gecertificeerde structure families te gebruiken. Dus je kunt nu ook verbindingen aangaan met jouw eigen kolommenbalken,
zodat je daar die specifieke parameters die in de gecertificeerde family zitten nodig hebt. Dat is mooi. En ja, we hebben veel meer staalverbindingen gekregen. Volgens mij eerst 25 stuks hadden, hebben we er nu 130. We werken nog steeds op dezelfde manier. Het vereist dat wij tweetal profielen of meerdere profielen kiezen. En zeggen we maken daar een connection tussen. Nieuw is ook, wat je hier ziet, zijn die bolletjes. Waarbij in dit geval de blauwe bol de primaire verbinding is. En die twee in dit geval de secundaire verbinding. Je ziet hier de lijst met alle staalverbindingen die we op dit moment beschikbaar hebben. Voeg ze even toe. Dan kan ik ze gaan gebruiken. En dan kan ik de structural connection gaan inwisselen voor een bepaalde verbinding. Ik ben op zoek naar iets van een endplate. Even filteren. Een van de goede verbeteringen geweest. Daar is hem. Oké. En al deze verbindingen zijn parametrisch, oftewel we kunnen ze volledig gaan instellen en fine-tunen naar onze eigen ideeën. En mochten wij dat uiteindelijk ook nog willen gaan documenteren met bijvoorbeeld de fanstyle, kunnen we het doorsturen. Ik wissel hem ook in voor een ander type. En dan zal ik laten zien wat nou het verschil is tussen de blauwe bol en die twee. Om in dit geval de volgorde te wijzigen tussen de primaire en de secundaire verbinding, hoef je ze alleen maar te verslepen. En je zult zien dat hij in één keer de verbinding aanpast. Dus hier ook sterke verbeteringen. Het is nog ons niet mogelijk om elke verbindingstype tussen zowel het fanstyle als Revit bidirectioneel uit te wisselen. Maar wel wat mogelijk is om eventueel eigen profielen, dus custom profiles, dus afwijkende, misschien aluminiumprofielen of staalprofielen die jij gedefinieerd hebt, ook naar het fanstyle door te sturen. Zonder het daar weer opnieuw te moeten maken. Dus dat wordt ook steeds beter. Dan nog een kort overzicht van het portfolio. Dus in combinatie met Civil 3D, InfraWorks, wat we naar Revit kunnen inladen. Hebben we het eigenlijk straks gezien. Met de rekentools van Autodesk Robot Structure. De uitwisseling richting het manufacturing gedeelte Inventor. En de koppeling met Advanced Steel en Plant. Kunnen we dat een hele hoop werkmethodiek in het afdekken. Op het gebied van uitwisseling tussen Advanced Steel, Revit en Robot is in dit geval het SMLX bestandsformaat. Dat is al een paar jaar ondertussen, ik denk 2, 3 jaar nu. En dat maakt het mogelijk om in dit geval een Revit model te versturen richting Robot zonder dat je zelf Robot op jouw systeem nodig hebt. Dus dat je het werkelijk aan de constructeur stuurt, die rekent het door, die zet er zijn bevindingen terug en dat kunnen we dan weer in Revit inladen zonder dat we beide applicaties op ons systeem nodig hebben. Dus SMLX, nieuw bestandsformaat in deze orde. Dan het MEP-gedeelte. Je ziet hier ook een flinke lijst, met name ten aanzien van ontwerp is er een hele hoop gewijzigd, mogelijk om vroegtijdige verbindingen aan te gaan zonder daadwerkelijk die verbinding fysiek te modelleren met buizen of met ducts. Dat zijn de electrical connections en ook een aantal extra informatie in aanzien van luchtvoorziening, wat het berekenen van energiegebruik in dit geval een stuk efficiënter maakt. Dus we gaan in dit geval even er doorheen. In dit geval is het mogelijk om zowel stroominginformatie als drukverliesinformatie in bijvoorbeeld pumps beschikbaar te krijgen. Zoals straks zal ik ook een korte video nog bij laten zien. Waarmee het ook mogelijk is om in dit geval de doorrekening van een compleet systeem te regelen zonder dat je daadwerkelijk alles al gemodelleerd hebt. Even zien. En wat ze gedaan hebben is ook het doorrekenen van het daadwerkelijk systeem. Hebben ze even losgetrokken van het bewerken van de 3D-geometrie. Dus dat wordt eigenlijk op de achtergrond gebeurd. Vindt dat plaats. Dus je kunt doorwerken. Je hoeft niet te wachten tot die berekening klaar is. Wat in dit geval mo mogelijk maakt om nog zaken toe te voegen terwijl die berekening loopt. En dan pas je zelf dat op gepaste tijd weer aan.
dan de mogelijkheid om analytische verbindingen te maken tussen de pipes en ducts en de apparatuur die eraan hangt, bijvoorbeeld tussen radiatoren, zonder fysiek de buizen die benodigd zijn al te modelleren. Wat het net veel makkelijker maakt om eventueel die radiators te verplaatsen zonder dat je al jouw leidingwerk ook moet bijwerken. Wat het dus wel al interessant maakt om eventueel een doorrekening van flows en dergelijke te gaan doen zonder dat je effectief elke T-stuk en I-stuk gemodelleerd hebt. Zo ook voor de energieanalyse hebben ze nu de luchteisen, de luchtvoorziening, voor wat voorheen op zones zat, verplaatst naar ruimtes en space types. En je kunt er ook qua energieanalyse eigen ruimtetypes aanmaken. Dus waar je voorheen gebonden was aan de standaardlijst van kantoor, ziekenhuis enzovoort, kun je zelf zeggen: oké, dit is een kantoorruimte, die heeft die en die informatie ten aanzien van licht, ten aanzien van luchtverversing enzovoort, waarmee je dus een nog nauwkeurige energieanalyse kunt gaan uitvoeren. Qua elektra hebben ze, op het moment dat je elektra apparatuur gaat koppelen aan het circuit, kun je nu jouw circuit, dus daadwerkelijk de lijn, wat normaal gewoon recht toe recht aangetoond wordt, kun je zelf gaan kneden en verplaatsen. Door in dit geval controlepunten toe te voegen, kun je zelf zeggen: oké, die leiding loopt van dit punt via dat punt naar dat punt. Waardoor je dus een exactere berekening krijgt en ook eventuele voltage drops en andere elektrische analyses kunt uitvoeren. Waardoor je dus beter zaken kunt herkennen. Ook zo meteen in de video meer daarover. Dan het fabricagestuk. Een aantal jaren nu ook weer de optie om fabrication parts, dus specifieke fabricage onderdelen in Revit te plaatsen. En wat ze nu in dit geval mogelijk gemaakt hebben, is dat je net zoals je een ontwerp leidingstelsel modelleert, kun je nu ook jouw fabrication parts gaan modelleren. Dus je kunt eigenlijk al, waarbij je voorheen blok voor blok ging plaatsen, kun je nu zeggen: oké, ik teken gewoon een lijn en dan gaat hij zelf bepalen: oké, op basis van jouw gekozen types krijg je dus deze kanalen of deze leidingen. Waarbij het dus ook tijdens het modelleren, de vorm, de afmetingen, wat voor fittingen worden gebruikt, welke verlopen ze erin, kunt aanpassen. En ook ondersteuning voor afschot. Dat kan al tijdens het stuk voor stuk plaatsen. Je kunt zeggen: oké, ik ga deze buis onder een afschot van zoveel in het model zetten. Dan kun je dat achter elkaar plaatsen. Eventuele horizontale en verticale gedeeltes die er ook moeten blijven, gaan ook in dit geval geregeld worden. Dat kun je straks ook in de video zien. En het is ook mogelijk om nadien, dus op het moment dat je compleet leidingstelsel getekend hebt, het afschot nog te wijzigen. Waarbij je ook eventueel de afschotwaarde zelf kunt deviëren. Ook hier weer, in dit geval krijg je een niet nauwkeurig model, waardoor je dus nog beter weet dat het gaat passen. Dat is eigenlijk wat op neerkomt. Voordat wij naar de samenvatting gaan, gaan we even de video boven erbij. Het MEP-stuk erbij nemen. Zeg dat, zie je? Ja, oké. Okay. Dus ik de video op play druk. Krijgen we in dit geval een Engelstalige stem? Flow and pressure drop data is now connected to the pump. And the computation processes in the background while using Revit. The first area of focus in this regard has been on pumps and looking at how pumps are the source for flow. Revit now connects the flow and pressure drop data back to the pump via built-in definitions for a consistent mechanism of capturing these key design criteria. It effectively aggregates the supply and return network into one complete loop from a hydronic analytical perspective. We're also working to improve the scalability of Revit by pushing the flow and pressure computation as secondary to modeling interaction. As you can see, even while the computations are running, you can continue to make modifications to the model, adding elements unimpeded.
Earlier stage analysis and simulation has been enabled as well. Once you have your main distribution piping and your terminal equipment are in place, but before you're ready to commit to all the piping connections and equipment locations, you can use analytical connections to make the relationship between the pipe and the equipment. It allows you to have a more complete analytical model at earlier stages of design. This will help facilitate main distribution sizing and get preliminary flow and model-based head requirements for your pumps and facilitate easy model iteration. You can now move your equipment without having to remodel the piping to retain the connectivity. To better capture early stage energy requirements, we're including outdoor air requirements in space and building types. This will provide a consistent mechanism by which outdoor air estimates are computed and exported for further energy analysis like Energy Plus and simulation via GBXML and Insight 360. Additionally, you'll be able to create your own building and space types. Revit now provides you the flexibility with regard to the space types. Historically, a hard-coded list, you can now define your own types and tailor the settings to your practice needs. Historically, ventilation loads were stored on zones without a defined way to capture ventilation rate info based on the space type. Because of this, if you manually populated these rates on spaces through shared parameters, the information wouldn't flow through to Energy Plus for energy analysis. Revit now introduces ventilation rates onto the building and the space types to support that workflow. So when you populate ventilation rates on your spaces, the information will now make its way out of Revit to Insight 360 for analysis. Revit enables designers to define the intended circuit pathway for downstream analysis. Historically, voltage drop and other electrical analysis such as short circuit current calculations were hampered because you had no control over the pathway and thus the length, which is a critical input to the computation. Now Revit enables you to manipulate the pathway to your design intent. Simply insert a control point to add and reroute a segment of the circuit path. This enables you to more accurately route the circuit path and have a better basis of analysis, both with the internal calculations as well as enabling third-party developers. To ensure you are able to make granular modifications and control model elements, Revit started with part-by-part modeling. Now you're able to model MEP fabrication elements with multi-point routing like you're used to doing with design level of detail elements within Revit. You can change the shape, size, elevation, and the type of fittings like from a mitered elbow to a radius elbow as you route the elements. You can tap in or tee off of different elements, as well as use remote snapping to make connections. Once you have laid it out, you can use the fabrication controls like optimization to improve the layout. The multi-point routing tool will take into consideration the fitting and group priority settings, conditions, connectivity rules, and other functionality that is specific to fabrication. This works for fabrication ducts, pipes, and electrical containment elements, enabling you to improve productivity when modeling MEP fabrication parts. Revit now enables you to model slope pipe part by part, apply slope to elements that has already been modeled, and use multi-point routing for fabrication elements. Now you can apply slope to pipe elements as you lay them out part by part. You can apply slope to the branch elements, and as you continue to place elements, you can also apply a different slope to the T or Y conditions. As it's sloping, things that are required to be horizontal will remain horizontal, and the things that should be sloped can be sloped. In addition, you can modify the slope after they are laid out, and things stay where they need to be. To make it easier, you can also select a predefined slope for the elements rather than having to enter the slope.
En goed, dan zijn we net aangekomen bij de samenvatting. We hebben in dit geval de nieuwigheden gezien in architecture, het platform, met onder andere coordination model, global parameters, geolocatie, qua constructie, met name wapening, het wapenen van vreemde geometrie, dus niet Revit eigen geometrie, maar ook in het maken van variabele RIBA-sets, gigantische sprong voorwaarts. En in het MEP-gedeelte de analytische verbindingen die het mogelijk maken om sneller, eenvoudiger en ook accurater in een vroegtijdig stadium te gaan modelleren en te rekenen. Dan geef ik graag het woord terug naar Tom. Ja, Kelly, bedankt voor het demonstreren van de nieuwigheden in Revit 2018. Ja, willen jullie daar nog meer over leren of gewoon dus Revit überhaupt bijspijkeren? Neem dan een collega mee en kom naar de CADAC Summer School. Op deze pagina is voor dit webinar een speciale actie ingericht, waarbij uw collega gratis mee kan. Zie de link om u in te schrijven bij interesse. Ik zie dat er geen vragen gesteld zijn geworden tijdens het webinar. Mochten die er wel nog zijn, dan is dit de gelegenheid om deze in de chat te stellen. Dan kan mijn collega Kelly daar meteen op terugkomen. Bedankt voor uw aandacht. En mocht er vragen zijn, stel deze dan gerust in de chat.